heeft een heel speciaal karakter, vind ik, deze buurt. Het is ook niet dat de huizen dicht op elkaar staan, er is ruimte. Tussen de flats, de mooie groenstroken die je daar hebt, met de speeltuin voor de kinderen. En waar kinderen ook eventueel nog een klein beetje kunnen voetballen. Maar het ziet er altijd goed groen uit en het ziet er ook verzorgd uit. Die huizen hebben hun tijd gehad. Dus ik denk dat de mensen ook een beetje anders willen wonen. Ik wil ook nu anders wonen. Wij zijn natuurlijk wat ouder. En de meeste mensen, ja, die hebben er misschien geen probleem mee. Maar in de moderne tijd is 4 hoog. Dus eigenlijk is het dan, we hebben 4 woonlagen plus beneden, dus bijna 5 hoog. Daar is het een verplichting om een lift in te projecteren. Ik hoop dat dat nog een keer gaat gebeuren. Ik weet wel, in de tijd waren er plannen dat ze zouden gaan slopen. En dat je dus geld voor zou krijgen. En er zou de andere woning gebouwd worden. Ik kan niet op straat komen of ik word door mensen aangeklampt. Wanneer gaan ze slopen? Wanneer gaan ze slopen? Ik zeg nou, ze zijn nou aan het schilderen. Ik neem aan dat als het droog is, dat het dan niet meteen gesloopt wordt. He? Dat zal nog wel even duren. Of misschien komt het er nooit van. Maar mensen zijn in een ontzettende paniek bijna dat ze weg moeten. Het kan beter door wat winkeltjes. En een clubgebouw met allerlei activiteiten. En inderdaad toch een beetje meer het gemixt in nationaliteiten. Het kan allemaal mooier uitzien, maar kijk, de buurt, dat zijn de mensen. En je kan wel huizen neerzetten, desnoods met gouden daklijsten, maar het gaat erom hoe het bewoond wordt. We willen graag aan het begin van het proces, willen we echt even de tijd nemen om even een beetje in de gaten te krijgen wat de wensen van de bewoners zijn. We hebben echt de eerste overleg met de kopgroep heel erg initiatief bij hun neergelegd. Om vooral van hun kant aan te geven wat zij belangrijk vonden om aan ons mee te geven waar wij mee verder moesten gedurende de komende tijd. Zij hebben een ding opgesteld, dus onze wensen. Wij gingen dus flip over, misschien dat. Wat wilt u? Veel mensen zijn eigenlijk wel tevreden over de groene opzet van de buurt. En ook iets over dat gevoel van licht en ruimte wat je erin hebt. Die waarderen juist het heel erg dat zodra je hier een hoek om gaat, dat je weer een ander uitzicht hebt. Ik merk ook wel, mensen zijn ook een beetje ongeduldig. Van, ja, we zijn al tijden aan het praten. We willen nou wel eens weten hoe het worden gaat. Wat ik wel leuk vind is dat de bewoners heel erg open zijn in wat ze vinden en wat ze willen. Dus ze nemen absoluut geen blad voor hun mond. Dus ze zeggen meteen wat ze vinden. En dat vind ik wel goed hoor. Dus wat dat betreft, je krijgt niet het gevoel dat ze een soort dubbele agenda hebben. En je weet als ontwerper ook meteen waar je aan toe bent. Want zodra je iets voorstelt, dan reageren ze daar vaak ook heel direct op. Hè. Als we een presentatie houden, dan krijg je ook niet vragen aan het einde van de vergadering. Nee, gewoon. Je wordt gewoon even halverwege je verhaal, word je gewoon toch even aangesproken op wat je zegt. Ik ben Kerima en ik ga het hebben over de droomgroep. Daar zijn we geweest en toen gingen de mensen daar gingen ze dromen over de nieuwe buurt. Toen mochten wij ook dromen in een heerlijk zacht bed. Grapje, maar maakt niet uit. En dan mogen jullie nu gaan kijken. Wat doet een droomgroep? Wat doet een droomgroep? Een droomgroep die vraagt aan de bewoners wat ze hier willen, wat de wensen van hun zijn. En dan gaan we aan de hand van foto's, laten we ook voorbeelden zien van buurten of verschillende woningen, hoe een huis eruit ziet of over de tuinen of over de speelvoorzieningen, de speeltuintjes en zo, of over de plekken waar je dan de auto's kunt parkeren. En dan praten mensen erover en dan komen ze met allemaal nieuwe ideeën. Wat doet u bij de droomgroep? Ik heb net gekeken van hoe de buurt er in de toekomst gaat uitzien. Wat je mooi vindt aan of je parkeergarage wil of dat de auto's voor de deur willen staan. En wat vindt u dan van deze buurt? Zoals die nu is, is het natuurlijk een buurt vanuit de jaren 1950. Maar ze willen er dus een hele mooie, moderne buurt van maken.
En wat vindt u dan dat ze moeten doen? Nou, persoonlijk zou ik, dus zeg maar eensgezinswoningen en dan met hoge flats ertussendoor en dan misschien een mooie binnentuin